Ons bedrijf is werkzaam in heel veel sectoren. Wij zitten zowel in de woningbouw, in de autoriteit. Wij bouwen gemeentehuizen, we bouwen scholen. Wij doen heel veel in renovatie, onderhoud. Wij doen ook die ene voordeur, die ene dakkapel, maar ook die 100 woningen of meer zelfs. Dus wat dat betreft, als je op heel veel pootjes staat, dan kan best de conjunctuur teruglopen. Maar dan heb je altijd toch voldoende werk dat je door kunt gaan. Als we kijken dus naar de sociale bouw, de starterswoningen, dat loopt heel goed. Op dit moment zijn we met meer dan 100 starterswoningen bezig. Als we hier alleen in Baren-Nassau al kijken, wat hebben we hier gebouwd? We hebben hier het gemeentehuis gebouwd, een prachtig object. We hebben de brede school gebouwd, een heel mooi object. De brandweerkazerne en ook de diverse woningen, zoals in de Spermestraat, waar we bijna heel de straat hebben mogen bouwen. En dat is alleen al Baren-Nassau. Maar daarlangs hebben we ook in veel andere gemeentes gebouwd. Onder andere in Aalst-Waleren. We bouwen al 30, 35 jaar continu eigenlijk. Het poortgebouw van Aalst-Waleren is ook door ons gerealiseerd. Als we dan gaan kijken in Udenhout, daar hebben we een zorgcentrum gebouwd van 126 appartementen. Ook een prachtig gebouw midden in het centrum van Udenhout. En zo zijn er nog tientallen van die grote en mooie bouwwerken die we overal hebben mogen realiseren. Innovatie is heel belangrijk. Steeds vooruitdenken. Hoe kunnen we beter bouwen? Hoe kunnen we slimmer bouwen? Wij zijn veel bezig met woningen die dus zeg maar weinig energie gebruiken. Wij doen veel met grondwarmte. Water dat we dus opvangen en terugbrengen in de grond in plaats van afvoeren in het riool. Wij pakken duurzame materialen. En zo proberen we eigenlijk zeg maar, de bouw iets voor te zijn. Dus dat we weten van, god, wat gaan we bouwen, wat hebben we morgen nodig. Dus we bouwen een woning zodanig dat we wellicht over enkele jaren energie neutraal zijn. Dus dat betekent in feite, de woning wekt zoveel energie op dat we geen energie meer van buiten nodig hebben. En ik verwacht dat we tussen nu en 4-5 jaar die woningen als een vast programma in de markt kunnen gaan zetten. Op dit moment is de RC-waarde, de energiewaarde, is 0,4, 0,6 en langzaam wordt dat teruggeschroefd. Wij verwachten dat wij al over 5 jaar zover zijn dat we neutrale woningen kunnen bouwen. Dus het is belangrijk om innovatief bezig te zijn. En zo zijn we steeds bezig geweest, hoe kunnen we het beter doen, hoe kunnen we het sneller doen en hoe kunnen we duurzame materialen toepassen. Ik verwacht dat we 2 moeilijke jaren nog hebben. Maar daarna ebt dat langzaam weg. En waarom ebt dat weg? We hebben een tekort aan woningen. Er moeten ongeveer 15.000 woningen per jaar gebouwd worden. En op dit moment worden er maar 20.000, 30.000 gebouwd. Dat betekent dus dat we over 3 jaar een geweldige achterstand hebben. En dan moet die achterstand weer ingelopen worden. Dus dan krijg je weer een hoos naar boven toe. Het is beter om dat gelijkmatig te doen. Maar ik verwacht dat dus over 2 jaar wellicht eigenlijk de moeilijke periode voorbij zal zijn. Belangrijk is ook dat de banken in feite wat gemakkelijker omgaan met de hypotheekverschaffingen. Dus ik denk dat daar ook wat ander denken van die bank zou moeten komen. Deze regio is vooral een groene gemeente. Het is een feit, wij bouwen veel vrijstaande woningen, een blokjes van 2, maar daarlangs is er ruimte. En ik denk dat het heel belangrijk is, ruimte scheppen voor de mensen, dat er ook nog groen in die omgeving is. Niet alle mensen gaan opstapelen op 4-5 verdiepingen of hoger, maar gewoon een mooi leefklimaat, een veilige omgeving. En dat is heel belangrijk, in deze omgeving op die manier te bouwen, een open structuur, zonnige woningen zoals het nu de zon is. En zo moeten we ook in de toekomst bouwen, dat de mensen eigenlijk graag wonen in de woningen die wij voor hen plaatsen. Vroeger was het zo, de ontwikkelaar ontwikkelde naar eigen inzichten. En op dit moment is het zo dat de koper eigenlijk mee ontwikkelt. En we luisteren naar de koper. En van wat wil de koper en wat de koper wil, dat wordt er gebouwd. En dat is ons idee, samen als een team de woningen ontwikkelen, samen met de bewoners.